Goedenavond, ik ben Patrick Rijntiens, medewerker binnen het team Mens met HIV van Sensoa en ervaringsdeskundige. Ik heet jullie heel hartelijk welkom op dit live webinar. Dit webinar staat volledig in het teken van kwaliteitsvol leven met HIV. Experten lichten wetenschappelijk onderzoek toe waarin de doelgroep mensen met HIV aan HIV meegewerkt. Ervaringsdeskundigen vertellen meer over hun eigen leven en wat kwaliteitsvol leven met HIV voor hen betekent. Vooraleer we van start gaan, ga ik met jullie nog een aantal praktische punten overlopen. Voor de duur en hoe de chat verloopt. We gaan eerst Gert Scheerder, een fijne collega die er ooit op Sensoa heeft gewerkt en nu medewerker is bij het ITG, zal eerst nog eens stilstaan bij onze eigen nodebevraging, die is opgezet in 2018 en waarvan de resultaten werden gepubliceerd in 2020. Nadien, collega Ria Koek, beleidsmedewerker binnen onze afdeling, is gaan gluren bij de buren om te zien hoe men daar kwaliteit van leven bij mensen met HIV invult. Of mensen met HIV die zelf dit zien en aanvoelen. Nadien komen Inge en Karel aan het woord. En bij hun willen we ook eens gaan bekijken wat voor hun kwaliteitsvol leven met HIV betekent. Na een korte pauze van 10 minuten gaan we dieper in op wat kwaliteitsvol leven voor mensen met HIV inhoudt. Hiervoor gaan we in gesprek met verschillende experts en getuigen. Je kan tijdens het ganse webinar vragen stellen via de openbare chat. Die vind je aan de rechterzijde van je scherm. Alle deelnemers, maar ook onze moderator Leen, kunnen je vragen en opmerkingen zien. Vragen voor de sprekers zullen aan hen worden doorgegeven, telkens aan het einde van hun presentatie. Ondertussen zie ik dat er heel wat deelnemers al zijn ingelogd, dus we gaan er meteen in vliegen. Wat ik ook nog wou meegeven, is dat aan het einde van het webinar voor mensen met HIV die graag napraten en een profiel hebben op het gesloten deel van Positief Contact, onze gastheer en vrijwilliger Wim er helemaal klaar voor is om nadien met jullie in gesprek te gaan of de gesprekken in goede banen te leiden. Ik wens jullie een zeer fijne avond en webinar toe. Goedenavond, mijn naam is Gert Scheerder. Sommigen van jullie zullen mij nog wel kennen van toen ik bij Sensoa werkte, nog helemaal niet zo lang geleden. Men heeft mij gevraagd of ik nog eens een keer de resultaten van de nodebevraging kan toelichten. Die is wel relevant, want die ging over kwaliteit van leven. We hebben dat toen opgezet omdat er is heel veel veranderd in de zorg voor HIV. Mensen leven nu veel langer. En de vraag die dan bij ons opkwam is, maar hoe zit het nu eigenlijk met de kwaliteit van leven? Je kan langer leven, maar het is toch minstens even belangrijk dat je dan ook een goed leven kan leiden. Dus we hebben dat in kaart gebracht, de noden en de kwaliteit van leven. En dat omvat verschillende aspecten. Dat is het fysieke aspect, maar ook het emotionele, het mentale, het sociale, het economische. En we hebben al die dingen proberen met die bevraging goed in kaart te brengen. Dus ik wil graag met jullie als aanzet voor deze avond de belangrijkste zaken nog eens een keer overlopen. Economisch, ik ga niet alles overlopen, maar ik ga er hier en daar wat uitpikken. Wat toen wel opviel, is dat er eigenlijk best wel veel mensen met HIV aan het werk zijn, als je dat vergelijkt met heel wat jaren geleden. 2 op de 3 heeft een job. En dat is zelfs nog meer bij mensen met een recente diagnose. 74%. Dus eigenlijk is dat heel goed nieuws, dat mensen die nu HIV-diagnose krijgen, eigenlijk relatief veel aan het werk zijn. Als je dat vergelijkt, die grijze balk daar rechts, de long-term survivors, daar is dat veel minder het geval, maar bij 43%. Wat wil zeggen dat ze in die tijd, toen ze een diagnose kregen, daar veel, veel meer last van hebben en dat eigenlijk hun hele leven hebben meegedragen. Dat is iets wat we zeker aandachtig genoeg voor moeten zijn, als we met long-term survivors werken. Kijk je naar helemaal rechts, moeilijk rondkomen op het einde van de maand, dan zie je dat dat voor een kwart van de mensen met HIV het geval is, dat groene balkje. Veel meer voor dat rode balkje, dat zijn de SAM, dat zijn de Sub-Saharan African Migrants. En dat heeft natuurlijk ook veel met hun specifieke situatie te maken als migranten, die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt en een meer kwetsbare groep vormen.
Maar je ziet ook dat balkje daar rechts, opnieuw de long-term survivors, waar dat toch 40% van aangeeft dat ze het op het einde van de maand financieel moeilijk hebben. Dus economisch een heel dubbel plaatje. Beter dan vroeger voor mensen met een recente diagnose, maar toch nog zeker een aandachtspunt voor mensen die al veel langer met HIV leven. Een tweede aspect van kwaliteit van leven is de geestelijke gezondheid. Kijk hier eigenlijk vooral naar het balkje helemaal links, ooit een diagnose van depressie. Aan de linkerkant, dat lichtgroene balkje, dat geeft de gezondheidsenquête weer. Dus alle mensen in Vlaanderen, daarvan heeft 14,5% ooit een diagnose van depressie gekregen. Bij mensen met HIV is dat bijna dubbel zoveel, 26%. Dus dat wil zeggen, meer dan een kwart heeft ooit een diagnose van depressie door een arts gekregen. Dus we moeten absoluut dat mentale welzijn meenemen als we werken met mensen met HIV en proberen hen te versterken in daarmee om te gaan. Wat dat we in die nodenbevraging ook hebben gedaan, is een beetje daar dieper op ingezoomd. Een van de symptomen is, hoe vaak heb je de laatste maand somber gevoeld? En helemaal rechts zie je, meestal of altijd. Dat is best wel intens. Dat is voor 10% van de mensen met HIV het geval. Maar als je dat zwarte balletje ziet, dan is dat dubbel zoveel bij mensen met een recente diagnose. Wat op zich niet onlogisch is als je net met zoiets ingrijpend geconfronteerd werd. Maar wil wel zeggen dat die mensen voldoende zorg en steun nodig hebben in die moeilijke periode voor hen. Helemaal rechts, dat lichtgrijze balletje, zijn de long-term survivors. En ook daar zie je dat toch bijna 17%, dat is 1 op 6, de laatste maand meestal nog altijd zich somber voelde. Dus ook daar willen we blijvend aandachtig zijn voor het welbevinden van die groep. Een volgend heel belangrijk aspect van kwaliteit van leven is sociale steun. Hoe goed voel je je omringd door andere mensen? We hebben dat gemeten door een schaal die 3 aspecten bevat. Hoeveel mensen ken je waar dat je bij terecht kan? Kan je gebruik maken van praktische hulp en van emotionele steun als je het moeilijk hebt? Die 3 zijn samengesteld en dan hebben we een opdeling gemaakt van wie heeft er zwakke steun, is eigenlijk heel weinig mensen of kan bij niemand terecht, matig en eigenlijk heel veel. Ook dat is toen in de gezondheidsenquête gevraagd, dus bij alle Vlamingen. En dan zie je dat slechts 15% van alle Vlamingen heeft zwakke sociale steun. Bij mensen met HIV is dat 3 keer zoveel. 45% heeft eigenlijk helemaal niet zoveel steun. De nood aan steun is veel groter dan wat ze krijgen. En bij mensen met een recente diagnose, dat zwarte balkje, is dat zelfs meer dan 60%. Dus dat is echt iets om goed in de gaten te houden. Mensen die we echt wel moeten steunen en die moeten proberen dat ze zelf steun ook kunnen zoeken bij de mensen in hun omgeving. Positief, helemaal rechts, bij sterke sociale steun, is dat grijze balkje van de long-term survivors. Zij doen het veel beter. Na al die jaren met leven met HIV zijn ze er blijkbaar veel beter in geslaagd om de steun te zoeken en te vinden die ze nodig hebben. Een ander heel belangrijk aspect van kwaliteit van leven zijn seksuele relaties. Daar zien we dat ongeveer de helft van de mensen met HIV een vaste partner heeft. Dat hangt nauw samen met wie er HIV heeft in Vlaanderen. En dat zijn voor een groot stuk mannen die seks hebben met mannen. En dat cijfer is vergelijkbaar van de mannen die seks hebben met mannen zijn er ongeveer de helft die een vaste partner hebben, omdat er ook veel andere relatievormen zijn, zoals vaste seksbuddies en losse sekspartners. Belangrijker is er eigenlijk helemaal rechts, dat balkje. Wie heeft er geen sekspartner? Dat is ongeveer 1 op 6. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Voor Sam, dat rode balkje, is de situatie helemaal anders in hun omgeving. Maar opnieuw zie je dat grijze balkje, die long-term survivors, vinden het veel moeilijker om een nieuwe partner of een seksuele relatie aan te knopen. Wat is nu eigenlijk de impact van HIV op verschillende domeinen van de mensen hun leven? Daar hebben we vastgesteld dat het eigenlijk niet zozeer het
interpersoonlijke is. Dus de verschillende levensdomeinen die met andere mensen te maken hebben. Het leven van je partner, het sociale leven, het beroepsleven. Daarvan zegt eigenlijk de grote meerderheid, ongeveer 70%, eigenlijk heeft HIV daar geen invloed op. Of toch niet zoveel. De twee andere die daar zou staan, daar heeft HIV wel een invloed op. Seksuele tevredenheid en levenstevredenheid. Daarvan zegt ongeveer 40%, ja, HIV heeft eerder een negatieve invloed op die vlakken. Dus de persoonlijke levenssfeer wordt veel meer aangetast. En bijvoorbeeld de levenstevredenheid, daarvan zie je dat long-term survivors iets beter doen. Ongeveer 40% zegt, ja, het heeft zelfs bijna een positieve invloed. Ik heb ook dingen geleerd uit heel die periode, die ik anders misschien niet geleerd zou hebben. Maar voor mensen met een recente diagnose, dat middelste balkje daar rechts, zie je in het paars dat 40% een negatieve, misschien goed, 49% een negatieve invloed van HIV op hun levenstevredenheid geeft. Dus ook niet onlogisch, net de diagnose gekregen, dan is het ook moeilijker om heel tevreden te zijn met je leven. Dus veel meer persoonlijk dan in het interpersoonlijke leven heeft HIV een impact. Een van die persoonlijke aspecten is het seksleven. Ik heb daar iets dieper op ingezoomd. En het derde en het vierde balkje, denk ik, dat het belangrijkste zijn. Het derde balkje, ik weet niet goed hoe ik een nieuwe sekspartner inlicht over het feit dat ik HIV heb. Daarvan zegt ook bijna de helft, ja, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat moet doen. En het balkje ernaast, ik ben bang voor afwijzing door een potentiële nieuwe partner. Daarvan zegt zelfs 60% ja. Dus dat zijn dingen die heel bepalend zijn voor het seksleven van mensen met HIV. Die zwarte balkjes, mensen met een recente diagnose, scoren opnieuw elke keer hoger. Dat is minder goed. We hebben ook gekeken naar een paar positieve aspecten. Coping, hoe gaan mensen om met het feit dat ze HIV hebben? En dat was eigenlijk heel positief. 70% zegt dat ze hun HIV-status hebben kunnen aanvaarden en integreren in hun leven. Dat een plaatsje hebben kunnen geven. Dat is nog iets minder het geval voor mensen met een recente diagnose, uiteraard. Maar vooral eigenlijk vrij goed bij mensen met een lange diagnose reeds. Meer dan 84% zegt ja, ik heb dat kunnen aanvaarden en een plaats geven. Helemaal rechts valt toch op dat nog een derde zegt, ik ben beschaamd om HIV te hebben. En meer dan de helft van de mensen met een recente diagnose. Opnieuw, de long-term survivors scoren hier beter. En dat uit opnieuw op hun sterkte. Door daar vele jaren mee te leven, kunnen ze er eigenlijk veel beter mee om. En is die schaamte wel een pak minder geworden. We hebben eigenlijk ook de eenvoudige vraag gesteld. Wat heb jij nu eigenlijk het meest nodig om beter te kunnen leven met HIV? En dat was heel frappant, er kwamen heel veel verschillende antwoorden, maar bijna 40% zei spontaan, zonder dat de richting aan het antwoord heeft gegeven, gewoon dat er minder stigma is in de samenleving. Dus dat er meer openheid is, dat ik daar gewoon over kan praten, dat dat aanvaard wordt, dat dat iets heel normaal is. En dat is er blijkbaar nog niet, want bij 40% is dat de grootste nood die er leeft om er beter mee om te kunnen gaan. We hebben daar iets meer op ingezoomd en is nagegaan, wat is dat stigma nu eigenlijk? En vooral het balkje helemaal links is belangrijk. Dat was het hoogste en opvallendste percentage. 85% zegt, ik ben toch wel heel voorzichtig tegen wie dat ik vertel dat ik HIV heb. Nog altijd is het iets wat mensen als een soort bescherming zich toch wel goed afwegen. Niet dat ze tegen niemand zeggen, maar ze kiezen de mensen goed uit tegen wie dat ze het zeggen. Bijna de helft vrees toch wel om afgewezen te worden als anderen het ontdekken. En in mindere mate zijn ze vrienden verloren of voelen ze zich vuil dat ze HIV hebben. Al die dingen zijn natuurlijk opnieuw niet verbazend iets slechter voor mensen die een recente diagnose hebben. In het verlengde van stigma ligt discriminatie. Stigma is meer een attitude, een houding van mensen. En discriminatie, dat gaat over daden, hoe mensen daarnaar handelen. We hebben dat gedefinieerd als een andere behandeling omwille van HIV
dan andere mensen? Op verschillende mogelijke levensdomeinen, in welke mate hebben mensen met HIV dat ooit meegemaakt? Dan zie je dat 2/3 zegt dat ze dat ooit op een van die terreinen hebben meegemaakt. Wat best wel veel is, want het gaat over een ingrijpende ervaring, dat je er niet bij hoort, dat je iets niet mag doen, louter en alleen omwille dat je HIV hebt. Het meest opvallende was sekspartners afgewezen zijn omwille van HIV. Dus niks anders over je persoon, maar puur doordat je vertelt dat je HIV hebt, daardoor afgewezen worden. Het tweede belangrijke aspect is in de zorgsector. Dat hadden we niet zo hoog verwacht. 30% zegt, ik ben in de zorgsector tegengekomen dat een hulpverlener mij anders behandeld heeft dan andere mensen. Ik heb niet de zorg gekregen die ik eigenlijk verdien of nodig heb. En dat is belangrijk omdat het ervoor kan zorgen dat mensen die zorg niet meer gaan opzoeken, terwijl ze die eigenlijk wel nodig hebben. In het kadertje erboven kan je zien... We hebben een aantal voorbeelden. We hebben ook een open vraag gesteld van in welke mate of hoe dat ze dat ervaren hebben. En dan zie je bijvoorbeeld de hulpverlener dat angst voor mij. Iemand met HIV, ze beschrikken om zelf besmet te geraken. Ze nemen excessieve voorzorgen. Hè, ze doen dubbele handschoenen aan om mij te onderzoeken, terwijl dat niet nodig is. Of een negatieve houding. Het is je eigen schuld. Ze behandelen je negatiever dan andere mensen. Of ik werd laatst in de rij gezet, een hele dag wachten in de wachtzaal, zodanig dat de dokter niet voor en na moest ontsmetten. Of alleen maar daarna dan. En 16% geeft zelfs aan dat ze zorg geweigerd hebben. Verwezen naar een ander centrum, dus niet terecht kunnen op de plaats waar dat je eigenlijk je zorg normaal zou halen. Dat heeft zich vooral voorgedaan in ziekenhuizen en ook wel bij tandartsen. Ik denk dat je daar straks nog wel iets meer over kan zien. Op de andere terreinen vinden we dat iets minder, maar toch niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld op het vlak van verzekeringen, een verzekering aangaan. Reizen naar het buitenland, dat ook niet altijd even makkelijk is met e-reisdocumenten. Maar dus in totaal zegt 2/3 ooit discriminatie omwille van HIV te hebben meegemaakt. Een laatste aspect dat we bevraagd hebben, is zelfstigma. Dat vaak voortvloeit uit ervaringen van stigma in de samenleving of discriminatie ervaren te hebben, dat mensen zichzelf gaan weerhouden om dingen te doen die voor hen belangrijk zijn. We hebben dat gevraagd op een aantal verschillende levensdomeinen en dan bleek dat ook bijna de helft dat ooit al gedaan had. Iets niet gedaan, maar voor hen belangrijk was, uit schrik voor afwijzing. En het meest genoemde was een relatie aangaan, een nieuwe relatie aangaan. Daarvan zegt 30%, ik heb dat niet gedaan, ik heb dat niet gedurfd. En opvallend, bijna de helft van de long-term survivors. Dus je zag een aantal slides geleden dat zij minder een relatie hebben. En dit kan een deel van de verklaring zijn. Ze zeggen van, ik durf dat niet meer, ik zet die stap niet meer. Dat is niet meer voor mij. En ook op de andere domeinen zien we dat in minder mate, maar toch ook nog wel niet meer naar het buitenland gaan of zelfs niet solliciteren voor werk, een opleiding of andere sociale activiteiten. Goed, ik ben bijna rond. Misschien nog een paar dingen op een rijtje zetten. Als we die noden allemaal samen zien, blijkt wel dat stigma het belangrijkste probleem blijft. Als we die vraag voorschotelen aan mensen met HIV, is dat wat ze zelf spontaan het meeste zeggen. Moest er minder stigma in de samenleving zijn, zou het voor ons eenvoudiger zijn. Meer aanvaarding, minder afwijzing, minder angst voor HIV. Dus die N-is-N-boodschap, die kan hier zeker bij helpen om HIV te normaliseren. Mensen moeten daar geen schrik meer voor hebben. Het is niet meer overdraagbaar. Antistigma-campagnes en zeker ook opleidingen in de zorgsector zullen daartoe kunnen bijdragen. Tweede belangrijke conclusie, geestelijke gezondheid. Ook in heel veel studies in het buitenland blijven we dat zien, dat het hebben van HIV, het krijgen van HIV, een heel belangrijke impact heeft op je mentale gezondheid. Maar ook bij long-term survivors blijvend een aandachtspunt is.
Een voorbeeld van hoe dat Sensoa daarmee omgaat is de webpagina Ik heb HIV, wat nu? Moet je zeker maar eens opzoeken. En de laatste conclusie is dat sociale steun veel zwakker is dan in de bevolking. Mensen met HIV dus een grotere nood ervaren aan sociale steun dan dat er voor hen beschikbaar is. Dat is zeker zo voor mensen van Sub-Sahara-Afrikaanse achtergrond, maar ook voor mensen met een recente diagnose en voor mensen die geen partner hebben waarbij ze terecht kunnen. En daarvan is de angst voor disclosure, hè, het vertelt dat je hebt aan een nieuwe partner, toch wel een, ja, misschien wel een hinderpaal om een partnerschap aan te gaan. Dus daar is zeker iets waar Sensoa ook nog een rol in kan spelen om te durven zeggen aan nieuwe partners dat mee te helpen ondersteunen. Ik zie dat er niet direct vragen zijn in de chat, dus dan kan ik de volgende spreker aankondigen. Dat is Ria Koek en zij gaat samen met jullie over het muurtje kijken. Goeiedag. Graag neem ik jullie nu mee naar een aantal buitenlandse onderzoeken. En ik stel jullie daar de belangrijkste conclusies in voor. Ik maakte een selectie van een viertal onderzoeken. Het zijn allemaal onderzoeken waarbij dat mensen met HIV werden bevraagd over elementen van kwaliteit van leven. En het zijn ook vrij recent onderzoek. Zoals u ziet, het is een onderzoek, twee onderzoeken uit Nederland, Duitsland en dan nog Europa daarin. Eerst gaan we naar Nederland. Nederlands onderzoek over kwaliteit van leven. Het is eigenlijk een onderzoek gecombineerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waarbij dat men een vragenlijst heeft verspreid bij, u ziet het, 895 mensen uit Nederland en 4.135 mensen met HIV in het Verenigd Koninkrijk. Men stelde vragen over vijf domeinen, hè, mobiliteit, zelfzorg, dagelijks huishouden, hoe loopt dat? Welk zijn lichamelijke ongemakken, klachten? En dan ook vragen rond angst en depressie. Men ging die antwoorden vergelijken naar de algemene bevolking, wat die daarop geantwoord had. En eigenlijk globaal gezien valt dat eigenlijk wel mee. Hè? Het grootste deel van die elementen, van die domeinen, die werden vergelijkbaar geacht met de algemene bevolking. In zelfzorg scoorden mensen met HIV zelfs iets beter. Hè? Dat komt ook waarschijnlijk door het feit dat zij worden begeleid in counseling tijdens de heel specifieke HIV-zorg. Echter, wanneer het gaat over angst en depressie, moesten de onderzoekers vaststellen dat er meer angst en depressie is bij mensen met HIV. En dan vooral in de groep van de 60-plussers. Daar moest men zelfs denken aan bijna dubbel zoveel als in de algemene bevolking. En het is dan ook zo dat de onderzoekster, professor Popping, in Nederland, echt heeft opgeroepen om naast de gewone screening van een aantal zaken bij mensen met HIV, zoals bloeddruk, bloednaams enzovoort, dat zij ervoor ijvert dat er ook die psychosociale aspecten regelmatig gemeten wordt en vooral dan om angst en depressie te kunnen opsporen en tijdig mee te kunnen behandelen en verzorgen. Zij gaat er eigenlijk echt voor om die vierde 90, hè, zoals jullie misschien al wel ooit van gehoord hebben, de 390-90-90 van UNAIDS, waarbij dat men zegt, wil men het HIV-epidemie kunnen controleren, dan zal 90% van de mensen die HIV hebben moeten gediagnosticeerd zijn. Daarvan moet 90% op behandeling staan. En diegenen die op behandeling staan, daarvan zou 90% moeten goed viraal onderdrukt zijn. Wel zegt professor Popping samen met UNAIDS, eigenlijk die vierde 90 die moet daarbij. Kwaliteit van leven is een essentieel element. Die psychosociale aspecten die moeten meegenomen worden. Een tweede onderzoek dat ik graag met jullie bekijk, is een tweede onderzoek uit Nederland op. Het stigmaonderzoek. In 2007 deed men in Nederland een stigmaonderzoek in samenwerking met de Open Universiteit. En men heeft dat herhaald nu in 2020. Waarom een herhaling? Wel, heel simpel.
Er zijn een aantal ontwikkelingen de laatste jaren, tussen 2007 en 2020. En men wil eigenlijk gaan kijken, wat is de impact, het effect daarop op stigma? Voornamelijk dan PEP, PREP, niet meetbaar, niet overdraagbaar. Men was daar heel benieuwd naar. En jawel, het gaat veel beter met het stigma, vooral dan in contact met familie, vrienden. Maar dat geldt niet voor contact in de zorg. En professor Sarah Stutterheim die geeft als grote conclusie, een groot werkpunt, werken tegen stigma in de zorg is werkelijk een urgentie aan het worden. Ik deel jullie eventjes het blad wat eigenlijk een weergave is van alle onderzoeksresultaten. En dan zie je aan de ene kant, aan de linkerkant bovenaan, hoe dat er verbetering optreedt in een aantal domeinen, zoals familie, werk enzovoort. Ook in de media is er verbetering, maar daar is nog veel ruimte om nog meer resultaten te hebben en nog minder stigma in de media te krijgen. Dus dat is ook nog een werkpunt, zegt men. Maar kijken we dan naar die rechterkant van de infografiek, ja, dan zien we heel duidelijk hoe dat er in de zorg veel meer mensen dingen hebben gerapporteerd, onaangename ervaringen in de zorg. Men moet er echt een prioriteit van maken. En welke onaangename ervaringen dat zijn, dat gaat van mensen onnodig doorverwijzen tot werkelijk fysiek afstand nemen en weigeren in zorg. Dus daar zitten toch ook wel items die de wenkbrauwen hebben doen fronsen en gezegd hebben, kijk, wij moeten dat op voorplan plaatsen. HIV in de zorg is een prioritair thema. Een volgend land waar ik jullie mee naartoe neem, is Duitsland. Duitsland heeft een onderzoek gedaan, ook al een aantal jaren geleden, de positieve stemmen, nummer 1. En nu hebben ze die positieve stemmen opnieuw herhaald. Het is eigenlijk een gestandaardiseerde vragenlijst gebaseerd op de stigma-index. En stigma-index is iets dat Europees ook verspreid geweest is vanuit de UK. Dat is een vragenlijst die opgesteld is. En wat eigenlijk heel specifiek is in dit onderzoek, is de peer reviews. Men leidt specifiek mensen met HIV op om andere mensen met HIV te gaan bevragen. Dus werkelijk peer interviews die men gaat afnemen. Men heeft voor die positieve stemmen 2.0 heeft men van mei 2020 tot januari 2021 zo'n 450 van die interviews gedaan. Men heeft daar bovenop nog online vragenlijst verstuurd en u ziet het, tot oktober 2020. En nog tot heel recent, zelfs tot juni 2021, heeft men focusgroepgesprekken, mensen samengebracht om rond die verschillende thema's te gaan spreken. Het is dus werkelijk wat positieve stemmen zegt, de stem van de persoon met HIV die men werkelijk heeft op een aantal thema's willen laten klinken. Het zal u al geen verrassing niet meer zijn dat ook daar gezondheidszorg, media en ook het feit dat men moet ijveren voor dat een gezondheidstoestand zoals een HIV-positief zijn niet mag leiden tot strafrechtelijke vervolging, dat eigenlijk de hoofdzaken waren die er zijn uitgekomen. Ik neem jullie eventjes mee door een aantal onderzoeksresultaten. Er is een brochure volledig in het Engels die zeer toegankelijk gelezen kan worden als je natuurlijk uiteraard Engels spreekt. Maar dat is gewoon vrij beschikbaar op het internet. Dus als je positieve stemmen 2.0 indrukt, kom je daarop uit en kan je dat gaan doen. Hier zien jullie uiteindelijk welke items er allemaal bevraagd zijn geweest. In results, daar zie je dat derde punt, welke items er zijn bevraagd geweest. En ik heb voor jullie eigenlijk ook die meeste resultaten bij. En wanneer dat we daar naar kijken, dan staan daar ook quotes bij van mensen met HIV. En 9 van de 10 bevraagden die hebben wel verklaard, kijk, ik leef eigenlijk goed met mijn HIV-infectie. 9 van de 10 personen. 3 van de 4 mensen die zeiden, eigenlijk in heel deel van mijn leven en levenssituaties weet niemand over mijn HIV positief zijn. En 1 van de 2, 1 op 2 mensen verklaart dat eigenlijk de vooroordelen die dat er leven in maatschappij,
dat die echt wel effect hebben op het leven van de persoon in kwestie. En wat ook wel naar buiten kwam, was dat over het algemeen bij 1 op 2 van de mensen het duidelijk was dat over tijd, dus hoe langer je leeft met HIV, hoe makkelijker het wordt om erover te praten. Een volgend set van resultaten die daaruit kwamen, is dat eigenlijk 1 op 4 zegt, ik voel schaamte en schuld. Ik heb last van schuld- en schaamtegevoelens. En 6 van de 10 mensen die rapporteert, en daar zijn we weer, het laatste jaar op zijn minst 1 negatieve ervaring in de gezondheidszorg. En 1 op 4 verklaart, kijk, ik ga normaal gezien mijn serostatus niet delen in het gezondheidszorgsysteem. Dan zijn er ook een aantal resultaten op het vlak van seksualiteit die hier opgesomd zijn. 1 op 3 zegt, kijk, ik ben eigenlijk nog altijd bang om iemand anders te besmetten tijdens een seksueel contact. En 4 van de 10 mensen zegt, kijk, ik ben mij wel meer bewust van mijn seksualiteit geworden omwille van mijn HIV-infectie. Dat heeft mij dat meegebracht. Ten slotte zeggen ook 6 op 10 van de mensen, ik ben niet alleen gediscrimineerd omwille van HIV, ik ervaar ook bijkomende discriminatie omwille van andere dingen dan HIV. En tot slot, een laatste onderzoek dat ik jullie wil voorstellen, is het onderzoek van Positive Perspectives. Het is een onderzoek dat uitgevoerd is door een farmaceutisch bedrijf, Vive Healthcare, en die eigenlijk de bedoeling heeft van inzage te geven in de ervaring en wensen van 2389 mensen met HIV die de leeftijd hebben tussen 18 en 84, 25 verschillende landen. Het onderzoekt eigenlijk hoe dat mensen over hun gezondheid denken en hun leven met HIV, hoe dat eigenlijk impact heeft op hun beeld voor de toekomst. En de grote vraag die daaruit komt is wel... zij zeggen, de wetenschap is enorm geëvolueerd, al lang en ver gegaan. Maar hoe zit dat met de emotionele en de stigma-gerelateerde uitdagingen die we in het leven met HIV het hoofd moeten bieden? Die 2389 mensen die kwamen uit heel wat verschillende landen. Ik weet, het is wat een donkere dia. Maar dus uit Europa bijvoorbeeld kwamen ook een aantal mensen uit Noord- en Zuid-Amerika, maar toch wat minder, voornamelijk uit Europa, Afrika een deel. Dus het is eigenlijk een beetje wereldwijd opgevat, maar het zwaartepunt ligt op Europa. Er deden ook, excuseer, een 50-tal mensen mee uit. Wat zegt het onderzoek? Ik ben er eentje overgeslagen. Wat zegt het onderzoek? De highlights eigenlijk. Die geven inzicht over de medicatie. Medicatieresultaat waarbij dat eigenlijk 68% van al die mensen, hè, dus dat is globaal over heel de wereld, zal ik maar zeggen. Dus alle mensen die dat geantwoord hebben samen, 68% daarvan zegt, kijk, ik ben toch wel bezorgd over de lange termijn effecten van die HIV-medicatie. En 57% zegt, kijk, het ouder worden geeft mij ook wel zorgen, want dan ga ik meer medicatie moeten innemen vanwege het ouder worden van allerlei pathologie die dan op die moment kan optreden. En wat gaat dat dan effect hebben samen? Hè? 65% geeft aan van, kijk, ik zou echt meer en actief willen betrokken blijven in een open dialoog met mijn behandelaar over HIV en daar inspraak in hebben over wat er verder gebeurt in de opvolging en de begeleiding. En dan ook een opmerkelijk cijfer, 1/3 van de mensen is niet geïnformeerd over niet meetbaar, is niet overdraagbaar. Dus dat is toch ook wel een cijfer dat we kunnen meenemen. Een volgende set van opmerkingen geeft eigenlijk aan een heel hoopvol... dat geeft aan eigenlijk dat de mensen met HIV die ondervraagd waren zeer hoopvol zijn. Zij hebben vertrouwen in de wetenschap en de vooruitgang ervan. Want 77% zegt...
kijk, wij geloven dat er toekomst in de toekomst nog meer mogelijk is en dat dat verder gaat evolueren ten goede van het welzijn van mensen met HIV. En 44% van de mensen echter zegt, kijk, ik ben volledig content met de medicatie die ik nu neem. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat er toch aandacht moet zijn voor HIV in verschillende groepen. De 50-plussers worden genoemd. En dan vooral voor het domein, zowel mentaal, seksueel als over het algemene gezondheid, dat daar toch specifieke aandacht wordt aangegeven. Ook HIV en vrouwen vragen speciale aandacht. En tenslotte is er ook uitgekomen dat mannen die seks hebben met vrouwen, heteromannen, zouden we kunnen zeggen, dat die over het algemeen toch meer drempels ervaren om zaken te bespreken met de zorgverstrekkers. Ik ben door mijn tochtje door. En als conclusie zou ik willen zeggen, ja, de thema's die we gehoord hebben in het Vlaamse onderzoek door Gert, daar straks gepresenteerd, ze kwamen allemaal terug in die buitenlandse onderzoeken. De invloed van stigma, vooroordelen, het grote zaak in de gezondheidszorg, waar dat het niet beter gaat met stigma en drempels die gecreëerd worden, dat gezondheidswerkers zich oncomfortabel voelen in het opvolgen van mensen met HIV. En tenslotte de aandacht die er zou moeten zijn voor de psychosociale aspecten bij mensen met HIV, dat mee gemeten moet worden. Dit zijn allemaal aspecten die meegenomen worden in verder beleid, die ook hun beslag hebben gekregen al in het nieuwe ontwerp van het HIV-plan en ook in het nieuwe beleidsplan dat Sensoa meevoert. Dus we gaan daarvoor, voor die thema's en om die verder weg te werken. Ik heb dan ook nu, net geeft men mij dat er geen vragen zijn in de chat rond al hetgeen wat ik hier aan jullie gebracht heb. En ik zou dan ook heel graag het woord willen doorgeven aan de ervaringsdeskundigen Inge en Karel, die samen met Patrick jullie nu verder te woord gaan staan. Goed, goedenavond Inge en Karel. Dank jullie wel ook om hier vanavond live aanwezig te zijn op dit webinar over kwaliteit van leven met HIV. Ik wil direct bij jullie komen natuurlijk, jullie als twee ervaringsdeskundigen ook en vrijwilligers hierbij, Sensoa Positief. Wil ik wel eens horen van kwaliteit van leven. Ik denk Inge bij jou al heel lang. Wat dat een stuk bij jou geeft. Wat heb jij nodig om goed te kunnen leven met HIV persoonlijk? Wel, bij mij is het allerbelangrijkste het feit dat ik met een aantal mensen kan openlijk praten over HIV. Dat een onderwerp is dat geen taboe is. Dat ik over het vrijwilligerswerk dat ik doe bij Sensoa ook kan praten, dat ik dat ook kan kaderen. Dat ik, als ik iemand tegenkom die misschien een mogelijkheid biedt als partner, dat ik ook daar meteen vertel dat ik al een hele tijd leef met HIV. En dat zijn bij mij zo eikpunten geweest, waardoor dat ik mij beter in mijn vel ben beginnen voelen. En dat ik heb beseft van, ja oké, ik ben gelijk als iedereen. Ik heb wel HIV, maar ik ben gelijk als iedereen. En ik merk ook, als ik daarover praat, voel ik mij eigenlijk beter. Goed, ik ga direct nog bij jou terugkomen, Inge. Ik ga eerst even Karel in ons gesprek natuurlijk betrekken. Karel, jij bent natuurlijk, ik weet niet hoe... Zes jaar definitief. Ook voor jou, leven met HIV, leven zonder HIV, kwaliteit van leven is voor iedereen belangrijk, maar specifiek bij HIV, wat heeft jou daarbij geholpen in die kwaliteitsvolle leven met HIV? Ik ben iemand voor wie dat de notie van vrijheid redelijk belangrijk is. En dus in het begin, als je met die diagnose geconfronteerd wordt, ga je door gigantisch veel emoties, en onder andere die van schaamte ook.
En ik heb heel snel de behoefte gehad om mij daarvan vrij te maken. Om zo zonder schaamte daarmee te kunnen leven, om dat te kunnen integreren. En ja, en dan ga ik een beetje Inge bijtreden. Het is in mijn geval ook het moment waarop ik begin te praten ben met mensen. En dat praten gaat zo in, ja, ik noem dat in cirkels. Hè. Deze is dan een kleine cirkel, mensen heel dicht bij u, mensen uit de professionele wereld, lotgenoten, gigantisch belangrijk, want ja, dan krijgt dat een gezicht ook. Hè. En al die lotgenoten zijn zo sympathieke mensen, dus ik zal ook nog wel zo sympathie... Nee, maar snap je, dat is... Dat, en het eigenlijk voor een stuk normaliseren. Ja. En de schaamte, vooral de schaamte en enig besef van schuld en dat soort van dingen. Nee. Not today, Satan. Not today. Want ja, Inge, bij jou, hè, van... heel lang. Ja, ik denk 28 jaar. 28 jaar. Ja, ongeveer. Dus long-term survivors, zoals ja. Dat dan met mooie woorden hè, toch ook benoemen in uw groep. Ja. Ik kan me voorstellen hè, van, dat toen nog wel moeilijker was een aantal stappen te nemen. Het blijft altijd moeilijk, dat Karel al heeft een beetje aangegeven. Hè, van, je neemt die stappen. Maar hoe hielp jou dat? Wat hielp jou op dat moment hè, van de organisaties, de artsen, de verpleegkundigen, wie heeft jou er die stappen laten innemen om dat kwaliteit van leven beter te maken? Ja, je hebt gelijk, het was een andere tijd. Het was begin jaren 90. Het eerste dat al een enorme duw in de goede richting heeft gegeven, dat was de HIV-arts. Die zei dat ik geluk had, tussen aanhalingstekens, dat ik mijn diagnose op dat moment kreeg, omdat op dat moment al die remmers werden ontwikkeld in de medische sector en dat hij er redelijk van overtuigd was dat ik een lang en kwaliteitsvol leven zou kunnen leiden. Dat was het eerste. Het tweede, dat was zo'n schok. Ik was toen net 23 geworden. Dus... ik was zo geschrokken dat ik dat gewoon moest zeggen tegen mijn ouders. En tegen mijn toenmalige partner. En tegen mijn beste vriendinnen. Ik kon niet anders. Als ik daarmee had blijven zitten, ik denk dat ik gewoon had doodgegaan. Gewoon van de emotie en de omvang. Dus het feit dat die allemaal heel steunend en begripvol reageerden, ja, dat heeft ook heel erg geholpen. En dan, ja, het allerbelangrijkste dat was... Maar dat is echt wel na een aantal jaren geweest. Hè. Ik heb echt een lang traject afgelegd. De eerste jaren heb ik zowat op automatische piloot geleefd. Je functioneert wel. En je doet wel wat dat er van u wordt verwacht. Maar eigenlijk zijn er niet helemaal bij. En de mensen in mijn omgeving zeiden ook van... Oh, maar dat is toch heftig. Houd dat maar voor jezelf. Je moet dat niet vertellen tegen iemand. Wat we dat doen voor ons. Maar ik voelde op een bepaald moment dat dat niet meer ging, dat ik dat echt... mee naar buiten moest komen op mijn tempo, rustig aan, stappeke per stappeke. En het moment dat ik naar mijn eerste lotgenotenweekend ben geweest, dat is voor mij echt zo een bevrijding en een openbaring geweest. Dat was echt dat monster dat ik van HIV in mijn hoofd zelf een beetje had gemaakt. Ik had dat eigenlijk zelf zo wat groter en groter en groter gemaakt. Ja, door met lotgenoten te spreken en je herkent dan verhalen en die vertellen dan dingen dat je zelf ook meegemaakt hebt. En die begrijpen nu. En dat was zo een enorme bevrijding dat ik van dan af mij beter ben beginnen voelen. Ja, ik hoor jullie duidelijk al spreken over het kunnen vertellen, uiteraard. Ik denk dat dat een hele duidelijke is, van dat minder stigma, dat minder geheim. Zijn er op andere vlakken nog iets rond kwaliteit in je leven dat je denkt van, ja, soms zetten bepaalde dingen elkaar in beweging, hè? En die kwaliteit. Ja. Ik denk, je hebt niet veel opties als je met zo'n diagnose geconfronteerd wordt, omdat je ook geconfronteerd wordt met je eigen hele grote kwetsbaarheid. En ik denk dat wat er gebeurd is, ofwel duwden ze weg, en trekt een façade op, en ik ben sterk, en ik kan. Ofwel ga je met die kwetsbaarheid aan het werk. En dat is wat ik ook gemerkt heb, door inderdaad in contact te treden met andere mensen, en over mezelf te vertellen.
krijg je eigenlijk enorm veel terug van anderen ook. En dat maakt dat die kwaliteit van leven terugkomt. En eigenlijk, ik kan vandaag niet zeggen dat mijn leven minder kwaliteitsvol zou zijn. Zelfs in tegendeel. Klinkt een beetje provocerend, maar door daar door te gaan en door echt met die kwetsbaarheid aan het werk te gaan en niet bang te zijn, omdat als je eigen kwetsbaarheid in de ogen kijkt en je durft spreken met iemand, dan valt de schaamte weg. En als de schaamte wegvalt, dan zit het terug on track. Zo kwam het op mij over. En ik heb net dezelfde ervaring gehad dan jij, vele jaren later. Ik ben niet sneller naar een lotgenotenweekend kunnen gaan, maar dat heeft voor mij inderdaad de doorbraak geweest. Dat samen met ook de HIV-arts die in het begin tijd nam. Ja. Ik weet nog, de allereerste consultatie, ik denk dat ik daar 45 minuten heb binnengezeten. Dus na de test en na de diagnose enzovoort, dan was dat echt een speciaal moment dat daarvoor voorzien werd. En er werd tijd uitgetrokken. Ja, want inderdaad, ik denk even aan ons, voor mensen met HIV allemaal, de eerste waar je vaak in contact komt, zijn die uiteraard die professionele, die HIV-arts en die sociaal verpleegkundige of HIV-verpleegkundige of een studieverpleegkundige. En dan is ook dat hoe belangrijk hoe dat zij erin staan. Ja. En ik denk natuurlijk, de geluiden die we daar horen, dat zowel Ingen als jij er al wel iets zo, je gevaart zijn ook bij jou, dat dat positief is. Wat ik mij ook nog afvroeg in jullie eigen leven met HIV, zo, hoe relaxter dat je voelt in die kwaliteit van leven, hoe is dat dan voor je omgeving? Hè? Nemen zij dat dan over? Hè? Ons Ingen is terug gewoon ons Ingen. Als ik doe graag de dingen die ze ervoor terug deed, zo van die een automatische piloot. Klopt. Je komt uit je schulp terug. Je begint terug te genieten van de dingen waar dat je plezier uit haalt. Je komt terug meer buiten. En je omgeving ziet dat ook en is daarvoor ook heel blij en opgetogen. En dat is een wisselwerking. Hè? Ja. Dus dat blijft eigenlijk ronddraaien. Hè? Hoe beter dat je voelt, hoe makkelijker dat het dan is om daar eens over HIV te praten. En ja, je straalt dat dan ook uit en je voelt je rustiger. Je hebt je gemoedsrust terug. Je hebt zo... Je bent oké met jezelf. Je leeft met HIV. Maar ja, je bent oké. En dat is het. Dat is ook maar... Ja, een stuk van ons, hè. Ik bedoel, dat is niet gaan ons leven, dat is maar een deel van ons, hè. Nee. Ja. En voor jou, Karel, van de omgeving toe, zo met... Ik ben daar beetje bij beetje meer open over geworden. Ja. Dat neemt zijn tijd en iedereen heeft daar zijn eigen ritme in. Maar door het open worden... Ik heb het altijd beschouwd van degene aan wie dat ik het zeg, moet het verdienen van dat te horen te krijgen, om welke reden dan ook. Dus ik maak het tot iets van, kijk, ik deel dat met u. En dat is eigenlijk een soort van geschenk dat ik u doe. En de meeste mensen nemen dat ook zo op. Zelfs al zijn dat nobele onbekenden, aan wie dat je dat om reden X, Y of Z wilt zeggen. In mijn ervaring, ik heb daar tot hiertoe nog nooit een negatieve ervaring op gehad. Ik wou Karel, als ik even mag. Ja, dat mag wel. We zijn hier in het gesprek om elkaar te onderbreken. Ja. Had dat niet gezegd? Dus ik ben dan niet ontzettend. dat is waar, wat jij zegt. Door de reacties die ik krijg, ik heb bijvoorbeeld... ik heb geluk gehad, ik mocht meewerken aan Durf te Vragen op tv vorig jaar, dat in september op tv is geweest. En ja, daar hebben heel veel mensen bijvoorbeeld bij ons in de straat naar gekeken. Er zijn wel een paar buren die dat weten van mij, maar heel de straat weet dat uiteraard niet. Hè? En dan was dat ongelooflijk fijn om in de chat van onze straat, om daar bericht te krijgen. Oh, Inge, super gedaan, we hebben je op tv gezien. En dat zijn dan dingen die dat u dan weer extra sterkte en energie geven. En dat maakt eigenlijk uw kwaliteit van leven ook De reacties beter. Van anderen. De reactie van anderen. Ja, of collega's die dat zeggen van... Maar je hebt dat goed gedaan. Of een artikel in de krant. Of, dat is echt, dat heeft echt zo'n deugd gedaan. En dat maakt je kwaliteit van leven ook zeker beter. Hè? Die reacties die je krijgt. Hè? Ja. Ja.
En kwaliteit van leven, hè, van, je hoort dat soms ook, hè, van, ben je specifiek dingen gaan doen dat je zegt van, kijk, allez, misschien waard je altijd een sporter verdienen of zoiets, hè, want dat heeft ook met kwaliteit van leven te maken. Zijn op dat vlak een aantal dingen veranderd? Dat je zegt, daar ben ik nu toch wel... Ik ben meer op mijn voeding gaan letten of ik ga minder alcohol drinken. Allee, ik weet het niet, hè, van, het is zomaar een beetje... Goh, voor mij heeft het geholpen om te stoppen met roken. Ja. En ik had zoiets, maar dat was zo de, meer de gedachte van, ja, nu stopt de overheid iedere maand, ik weet niet veel, 100 euro aan medicijnen in mij, om mijn leven te houden. Ik kan dat eigenlijk niet maken. Ja. En dat heeft dan wel voor een stuk geholpen. Ja. Omdat, maar voor de rest heb ik eigenlijk aan mijn leven niet zoveel veranderd. Ik weet nog dat ik in het begin gigantisch bang was, want dat was bij mij zo het eerste van, ja, nu kom ik nooit niemand meer tegen. Daarmee, dat is dus afgelopen. En daar ook, eigenlijk heb ik dat kunnen omvormen tot, ja, eigenlijk is dat een stuk van wapen dat ik in mijn arsenaal heb. Zo van, ik ga een keer zien, als je daarmee om kunt, dan zit het misschien wel een goeie voor mij. Dan zit het misschien wel waar. Dan zit het, ja, op partnervlak. Op partnervlak, ja. Op partnervlak. En zelfs ook, ja, op vriendschappelijk vlak of dingen, ja. En natuurlijk, mensen hebben het recht om bang te zijn. Mm-hmm. Ik heb het zelfs graag als iemand mij zegt van, oeh, amai, en wat is dat? Oh, maar dan... Ik ben niet meer te stoppen, dan wil je uitleg, zal ik u geven. En ik begrijp dat ook. Ik ben er zelf zo bang voor geweest. Ik heb op een bepaald moment ergens onbewust gedacht van, ofwel duw het mij eronder, ofwel trek het mij naar boven. En het heeft mij naar boven getrokken. Ja. Inge, bij u? Jij gaat sporten of... Ja, ik was 23. Ja. Maar ik sportte eigenlijk niet. nee, niet echt. Nu moet ik zeggen, ik heb de meeste dingen met mate gedaan. Ja. Dus, en ik denk dat ik de meeste dingen nog altijd met mate doe. Ja. Enkel, dat roken, dat is nog als iemand daar tips voor heeft. Laat maar komen. Kunt je wel langs gaan op je HIV-centrum? Ja, hè, klopt. De arts, ik ben daar vrijdag geweest bij Ludwig Apers. En ik heb hem dat even gezegd van, ik zou toch moeten stoppen met roken. En dan zei hij van, maar Inge, er zijn hier tabakologen, hè. Mm-hmm. Je kunt altijd langskomen. Klopt, maar verder, niet per se. Gewoon een beetje voorzichtig zijn en mijn eigen niveau proppen met hamburgers. Nee. Maar dat denk ik voordien ook aan. De kwaliteit van leven, of van jullie leven? Zo van, als ik zo zou zeggen van... Wie heeft mij daar ook, buiten die arts, maar uit uw omgeving het meest geholpen daarin? Zijn dat dan... Patrick, eigenlijk mezelf. Uzelf. Ja. Dat klinkt misschien raar, nee, hè? Nee. Mezelf, in de eerste plaats. Ja. En doordat dat ik dat eerste stapje heb gezet, is de omgeving gevolgd. Mm-hmm. Ik denk dat dat voor mij van toepassing is. Ja. Ik weet niet hoe dat bij is. Ja, eigenlijk heb je gelijk. Ja. Nee, dat is zo. Het moment dat je beslist van, ik ga het delen met iemand, maar dat is een beslissing die je alleen kunt maken. De anderen staan daar, ze staan daar klaar. Tegelijkertijd ben ik echt dankbaar voor de vrienden die ik toen gehad heb en die daar ook waren. En die konden de dingen ontvangen zonder oordelen, zonder vragen te stellen van dat te kunnen laten zijn. Maar ik heb het aan mijzelf gegund. Als ik het voor mezelf, als ik vind dat ik het waard ben om gehoord te worden, dan ga ik er ook voor gaan. Ja, je hebt ervoor gekozen om naar dat eerste lotgenotenweekend te gaan, wat een gigantische stap is geweest. Ja. Het is al heel lang geleden bij mij, ik kan het me nog zo voorstellen, met een klein hartje, dat ik daar binnenkwam. Ja. En hetzelfde, de lotgenotengesprekken. Ja. In de tijd dat er nog een AIV-café was in Antwerpen op zondag, de tweede en de vierde zondag van... Ik keek daar echt naar uit. Hè. Dat deed mij echt deugd om met mensen dat ook met HIV leven, om te kunnen babbelen en te kunnen zwanzen. Hè. Want daar weer een pintje gedronken. Ja. Maar we hebben daar ook enorm goed gelachen. Hè. En een dansje geplaceerd. Ja. En dat is ook een belangrijke factor geweest. Ja. Ja, en de verhalen van andere mensen horen. Mm. En zien hoe dat ze in hun kracht gaan staan. Ja. Want uiteindelijk, iedereen komt daar vroeg of laat, komt er daartoe. Mm.
En wat dat mij vandaag enorm veel, allee, wat dat mij echt doet opleven, dat is als je zo naar een lotgenotenweekend gaat en je ziet mensen zo evolueren binnen het weekend, tussen de vrijdagavond en de zondagnamiddag. Wauw. Ja. Ja. En soms, ja, van het ene weekend naar een ander, want we maken allemaal evoluties door. Ja. Ik heb twee kinderen die vandaag allee, volwassen gasten zijn, ja. Maar in het begin, ja, nee, er was geen haar op mijn hoofd die eraan dacht. Ik kan dat niet zeggen, ik kan daar niet over spreken. En vandaag, ondertussen is dat lang geregeld. Ik weet het toch, we weten het. Ja. Ja. En daar ook... Maar dat is toch wel veel fijner. Hè? Als ik je woord zeg, ik heb kinderen, hè, van, ik heb het kunnen zeggen... Ja. Nee. Want dan he, valt het geheim weg. Het geheim en dan valt weg, inderdaad. Allee, krijg je ook terug die kwaliteit, denk ik. Inderdaad. Of ben ik daar... Nee, absoluut. En nog een keer, hè, want dat is, het is belangrijk dat je dat woord laat vallen, geheim. Ja. Dat is wat je daar in het begin van maakt. Mm. Ik schaam mij, dat is een deel van mij dat niet mag gezien zijn. Schak. En je gaat er gaan achter zitten. Mm. Maar dat geheim, dat is iets dat echt, dat weegt. Mm. Een taboe, dat is iets dat weegt. En dat prijs geef ik nog een keer. Ik geef dat niet aan... Gelijk wie prijs. Mm. Maar het is geen geheim. Mm. Ik beslis wanneer dat ik erover spreek, wanneer dat ik er niet over spreek. En nee, al wat dat geheim is, alles wat dat niet kan gezegd worden, is niet goed. Alleen voor mijn kwaliteitsvol leven is de vrijheid hebben om te kunnen spreken. Mm-hmm. En te zijn wie dat is. En te zijn wie dat je bent. En HIV heeft eigenlijk daarin geen negatieve invloed. Mm-hmm. Niks. Niks. Nee, of niet meer. Of niet meer. Ja. Het is ook een andere tijd vandaag. Hè. Ja, allee, als ik eraan denk, allee, vandaag de dag, we krijgen als medicijnen meteen. Alleen al het feit dat we weten van, het is onmogelijk om iemand anders daarmee te besmetten. Dat geeft u een enorme rust ook. Dat geeft u een enorme gemoedsrust. Ja, dat is wauw. Zo. Allee, het is meetbaar niet overgaan. Ja, inderdaad. Ja, het was bij mij 27 jaar geleden dat ik nog vreemd had zonder een condoom. Ja. Maar dat was een feest, hè. Allee, gewoon... Dat was echt... Ja. Dat was 27 jaar geleden, hè? Ja. En dat was echt, dat was echt geweldig, hè? En best belangrijk, hè, de eerste keer. Amai, het zal wel zijn. En best belangrijk dat die boodschappen ook voor mensen mee heeft. Allee, om die kwaliteit van leven, hè, van regelmatig herhaald worden op verschillende plaatsen. Absoluut. Denk ik, hè, van zowel op het professionele vlak, maar ook binnen organisaties die boodschap moeten kunnen blijven. Want je merkt hè, van, dat je zegt van, het is zo'n belangrijke boodschap. Hè, om op dat vlak die seksualiteit aan. Hè, want dat is ook iets waar je kwaliteit wil invinden. En vragen durven stellen. Hè. Allee, we gaan allemaal gemiddeld om de 6 maanden bij onze arts langs. En dan kijken we allemaal naar die resultaten. We zitten gelijk konijnen te kijken naar die lichtbak van, oh ja, de resultaten zijn goed. En we als er iets aan scheelt of we twijfelen ergens over van dat te durven aankaarten. Want ik weet, met veel lotgenoten, zelfs mij niet meetbaar, niet overdraagbaar, dat is van, ja, maar is dat wel zo? Mm. En wel, vraag het nog een keer. Mm-hmm. Ik wil nog even bij jullie, want straks gaan we in pauze. En ik wou gewoon nog even kijken van... straks gaan we over jullie vrijwilligerswerk spreken en over hoe dat jullie daar kunnen in bijdragen. Ik weet niet, straks gaan we die vragen in de chat bekijken. Mm-hmm. Maar ik wil eerst nog eens horen van, is er iets bij jullie persoonlijk aan jullie eigen levenskwaliteit dat jullie nog willen toevoegen? Voordat we straks overgaan naar de vragen in de chat die gekomen zijn, niet alleen voor jullie, maar trouwens ook... voor Ria die dan mee kan eventueel daarop inspringen. Hè, van, of als ik dan ook zo de gesprekken laat passeren die dat ik als vrijwilliger heb gehad de afgelopen 12 jaar. En ook de lotgenotenweekend. Hetgeen dat telkens fascinerend en magisch is om te zien, dat is hoe mensen in het begin van het gesprek of in het begin van het weekend onwillig zijn en soms ook een beetje bang zijn. Maar dan, eens dat ze praten, dat er echt zo'n... Dat je dus echt letterlijk een last van hun schouders ziet vallen. Ja. Ik kan het niet hard genoeg benadrukken. Ik heb een aantal jaar geleefd met HIV als een geheim. Ik heb dat 4 jaar gedaan. En dat was niet meer te doen. Dus...
Dat is het belangrijkste dat ik kan meegeven. De vragen... Die zijn straks, ja, na de pauze. Okay. Na de pauze. Alles op tijd en stond. Hè, van, Karel, wil jij nog een minuutje? Hè, van, ik ben ook een goede timer. Mm-hmm. Hè, van, nog iets kort over jezelf in die kwaliteit van leven? Of zeg je van, we gaan straks... Ik denk dat we met andere voorbeelden en vragen nog wel een beetje dieper daar zullen kunnen op ingaan. Het belang van uzelf daarin graag te zien. Ja. Ja, van uzelf graag te zien. En dat werkt op anderen. Mm. Ook als ik het beschouw als iets wat oké is voor mij, dan gaat de ander dat al veel gemakkelijker als oké ook aannemen. Als ik zeg van, nu moet ik iets vertellen, dan is dat... Hop. Ik zeg niet van, moet je nu een keer weten. Daar gaat het ook niet over, maar... Ik deel iets mee. Ik heb het gisteren nog meegemaakt met een collega op het werk, aan wie die dat te weten kwam. En dat was eigenlijk een heel fijn gesprek. Ja. En die zei mij ook van, ik ben u zo dankbaar dat je dat wilt delen met mij. Ja. Dus, en dat verhoogt mijn kwaliteit, omdat de relatie met de mensen die ik graag zag, die is er gebleven en die is uitgediept. Die is hechter, hè? En weet je wat? De rest, hè? Dat is... Goed, met dat uitspraak gaan we stilletjes in pauze. Maar ik zou zeggen, blijf gerust chatten, uw vragen stellen. En wij gaan over een tiental minuten in pauze. Goed, welkom terug hier op dit live webinar over kwaliteit van leven met Yves. Eerst nog een aantal vragen, directe vragen aan Karel en Inge, die binnengekomen zijn en... wat doen jullie met negatieve reacties? Want je zal die ook al wel gekregen hebben. Hoe ga je er dan mee om? Of hoe ging je er mee om? Ja, wil jij beginnen of wil ik beginnen? Ik kijk in eerste instantie van wie de reactie komt. En alles hangt af van waar dat de wind komt. Echt negatieve reacties heb ik nooit echt gehad. Mensen hebben daar nooit echt slecht op gereageerd. Soms wel heel onhandig. Ik herinner me zoiets, iemand die zei van... Ja, amai, wat heb jij niet allemaal uitgestoken om dat op te lopen? En dan dacht ik van... Ik heb zelfs geen goesting om het u uit te leggen, joh. En dat is dan zo... Dat is redelijk krap. Maar voor de rest, nee. Eigenlijk, ja, nee, eerlijk waar, eigenlijk niet. Ik ben wel bang geweest, hè. Maar ik praat daar ook heel rustig over. Nog een keer, dank ervan af hoe je het zelf aanbrengt. Ja, wat dat mij, waar dat ik nu spontaan aan denk, dat is, naar aanleiding van durf te vragen, een overbuurvrouw die de culot had om mijn ouders, die tot bij mij kwamen, aan te spreken om te zeggen dat ze mij op tv hadden gezien en dat ik het zo goed had gedaan. En de volgende vraag was... Waarover ging dat precies? En dan, mijn ma zei dat en ik zeg van, oh mama, meen je dat nu echt? Ik zeg, allee. En dan zei ze van, ja, maar ja, ik zeg, wat heb je dan op gereageerd? Vond je dat niet vervelend? Mm. En dan zei ze, oh ja, ik heb gewoon gezegd gelijk als dat het was, hè, Inge. Mm-hmm. Ik heb gezegd dat het over HIV was en ik heb gevraagd van, heb je dat programma dan niet goed gevolgd misschien? Want het was overduidelijk dat het over HIV ging. Mm-hmm. En ook, en dat was wel raar, ik heb een nieuwe huisarts. En ik ben daar nu de laatste 6 maanden 2 keer geweest. Allee, dus 6 maanden geleden en onlangs. En dan... ik had dan wel gezegd, direct bij de eerste keer, van kijk, ik wil dat je weet dat ik na 27 jaar ondertussen met HIV leef. En haar eerste vraag was, hoe heb je dat opgelopen? Nu, ik heb daar geen probleem mee om dat te zeggen, hoe dat ik dat opgelopen heb, hoe dat ik dat gekregen heb. Maar dat is een vraag dat er niet echt toe doet. Dat is zo wat belangrijkste bij mij. Ça va? Goed. Ik wil ook, want jullie zijn beide vrijwilliger bij Sensoa Positief. Hè, dus jullie hebben ondertussen al wel wat verhalen gehoord van andere mensen met HIV. Welke ervaringen delen mensen met HIV aan jullie rond kwaliteit van leven of wat een effect heeft op hun kwaliteit van leven met HIV in jullie vrijwilligerswerk? Ja, veel dingen. Hè. Veel dingen komen terug waar dat we
zelf tegenaan gelopen zijn, waar dat iedereen daar leeft mee heeft tegenaan loopt. Ja, dat zijn herkenbare dingen die daar altijd terugkomen. Ja, relaties en hoe vertel ik dat? En ja, ga ik dat nu wel vertellen? En hoe gaat er gereageerd worden? Ja, dat zijn vragen die altijd leven bij lotgenoten. En die dat ook altijd terugkomen. En ja, het feit dat HIV voor een aantal lotgenoten soms echt nog een last is op hun schouders om te dragen. Dat is zo. Dat is zo. We moeten dat ook wel toegeven. Dat is zo. Voor een aantal lotgenoten is dat echt heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk om te dragen. Dat is wel zo. Ja. Maar merk je welke handvaten? Willen mensen die kwaliteit met HIV? Het gaat over HIV. Want kwaliteit. Zoals we weten, wat is kwaliteit van een leven, maar eerder gaat het over kwaliteit van leven met HIV. Om dat terug, dat mensen terug kunnen genieten, lachen, uit een negatieve spiraal komen. Welke handvaten of boodschappen geef je dan mee in jouw gesprekken aan die mensen? Het gaat heel vaak over zelfstigma. En ik begin daar dan vaak zelf over. Om dat te identificeren en te zeggen van... We zijn allemaal bang om gestigmatiseerd te worden, maar we stigmatiseren onszelf enorm veel. En dus ik probeer zo dingen te vertellen die ik zelf uitgeprobeerd heb. Ik ga iets heel onnozel bijvoorbeeld zo een chat op een dating app. En dan krijg ik zo de vraag van... Zijn de clean? Zijn de clean? En dan is mijn antwoord daarop van... Ik ben ondetecteerbaar. En dan wacht ik een minuut. En dan zeg ik... En clean is eigenlijk geen juist woordgebruik. Nee. Boom. Gewoon en dat is dan dat je doet in de bredere populatie van de gay scene. Inderdaad. De gay community. Ja, door dat op een rustige manier eigenlijk de dingen die je toegeworpen worden, om daarmee een beetje aan het werk te gaan en te zeggen van ja, nee, maar eigenlijk aanvaard ik dat niet. Eigenlijk zo. Nu, je moet dat en in je gesprek naar andere lotgenoten, want natuurlijk niet iedereen heeft die skills om direct zo te reageren. Vooral dat stapsgewijs doen. En jezelf dat toelaten en zeggen van ik ben bang. Gewoon zeggen van ik ben bang. Maar ik kom daar altijd op terug, hè, maar de dingen durven benoemen. En dat bespreken. En dan gewoon kijken van oké, je bent bang om dat aan je omgeving te vertellen, maar met wie zou het bijvoorbeeld kunnen beginnen? Waar zou je dat doen? En van dat heel stapsgewijs te doen. Maar wat ik merk, dat is dat als mensen daar eigenlijk mee beginnen, dat vrij snel gaat. Ja. En dat zelfstigma, dat smelt gelijk sneeuw voor de zon, dat verdwijnt. We blijven allemaal met vragen zitten en dingen. Daar gaat het er niet om. Maar ik hoef mijzelf niet te verantwoorden. En dat is het. En ook ja, we hebben allemaal een HIV-arts. En dat je daar gewoon kunt zeggen... Weet je wat, dokter? Het gaat niet zo goed. Ik voel mij shit. Ja. Ik voel mij niet goed. Ik voel mij emotioneel niet goed. Ik zit niet goed in mijn vel. Ik heb geen energie. Ik geef maar een aantal voorbeelden. Die gaat u kunnen helpen. Ik bedoel, er zit een multidisciplinair team achter de HIV-arts in elk HIV-referentiecentrum. En dan gaat hij kunnen zeggen van, ah Inge, kijk, doe eens een babbelje bij de sociaal verpleegkundige. Om te zien hoe dat het stilletjes aan beter met je kan gaan, welke stappen dat je kunt zetten. Of doe eens een babbel met een psycholoog. Wat dat ook helpt, is om één vertrouwenspersoon te hebben. Ja. We hebben het daar zelf over gehad. Dat je toch over HIV met toch één iemand kunt spreken. En ik weet dat soms, dat kan een enorme drempel zijn, maar aan de andere kant, drempels zijn er natuurlijk om genomen te worden. En dan gaat dat een beetje een cascade zijn. En ja, dat is dan zo'n eerste stap dat je zet. En normaal gezien volgen er dan nog een aantal stappen. Ja, en natuurlijk zijn er af en toe zo van die hiccups als je een negatieve reactie krijgt. Ja, dat is niet fijn. Maar wat is nu precies een negatieve reactie? Ja, ja.
Wat is dan nu precies een negatieve reactie? Want als iemand tegen mij zegt van, maar je zegt, wat heb je allemaal uitgestoken? Ja, dan ga ik zeggen van, zeg, manneke, zo zit het helemaal niet. En dan ga ik dat dan uitleggen. Ja. Of is een negatieve reactie gewoon vertrekken en niet terugkomen? Maar dat zou ik heel erg vinden, maar natuurlijk. Dat is in dat persoonlijk ding. Hè, van, omdat jullie natuurlijk al zo ver staan. Hè, ja, ik ben een beetje advocaat van daar. Ja, want mensen moeten inderdaad de stap nemen. Hè, van, ik lees hier bijvoorbeeld in de chat, ik volg ook een beetje hè, van wat er binnen in de chat binnenkomt. Hè, van, iemand die zegt toch al een tijdje te leven met HIV. Hè, van, dat dan verteld heeft aan... twee vrienden en collega's, hè, van, die waren heel positief. Hè, maar toch met die vraag blijft zitten, hoe breng ik dat aan bij mijn familie? Hè, van, en wat dat er ook wel bijgezet, hè, van, inderdaad, van, en jullie zullen dat zeker wel herkennen, hè, van, de nood blijft dan sensibiliseren en rolmodellen, met of zonder HIV, hè, van, uit de omgeving bijvoorbeeld. Hè, van, er wordt hier gesproken over het baanbrekend werk van de stichting van Elton John, en dat is zeker het benoemen gewaard, maar zoals Inge te straks zegt, hè, van, ik denk meer en meer rolmodellen hier in Vlaanderen, België, die ook mensen met HIV en zonder HIV, dat een belangrijk is. Hè, van, maar... Misschien een gouden tip voor die persoon, hè, maar mevrouw, ik weet niet, van, om te zeggen van, ja, als je het dan toch wilt zeggen aan je familie, misschien rustig. Ja, het is heel moeilijk, want je geeft je helemaal bloot en je bent kwetsbaar en je zit daarmee en dat weegt op je. Ja. Ik weet hoe moeilijk dat is en dat is echt heel, heel herkenbaar. En... Langs de andere kant, erover blijven denken en over blijven denken en over blijven denken, dat kun je bij wijze van spreken jaren doen, maar op een bepaald moment, ja, gewoon doen. Met één iemand, hè. Ja. Hoe heb jij dat aangepakt? Wel, ik heb het aangepakt. Want bij mij is het abrupt gebeurd, bij mijn diagnose in 93. Ik heb dat gepland. Ik was zo heel, ik ben heel methodisch te werk gegaan. Maar dus eerst bij de mensen die ik het meeste vertrouwde. Nadien heb ik dat aan mijn kinderen kunnen zeggen. En eigenlijk het grootste probleem heb ik met mijn moeder gehad. Heel raar. Nu niet dat ik speciaal problemen met mijn moeder heb of zo. Maar ik weet, ik heb echt nachtmerries gehad de nacht voor dat ik van plan was om haar dat te zeggen. Maar dat is ook een enorm betekenisvolle relatie die we hebben. De relatie met onze ouders. Wat ik wel zou willen aanraden, en dat heb ik wel gedaan. Ik heb professionele hulp gezocht ook. Omdat... Als je bijvoorbeeld al jarenlang in conflict met je vader leeft, dan denk ik niet dat het een goed idee is om de gesprekken met hem te openen over en moeten een keer weten wat. Allee, ik heb me daarin laten begeleiden, ook voor een stuk. Niet dat iemand mij gezegd heeft, zo kunnen dat aanbrengen, maar ik kon over mijn angst gaan spreken met iemand. En ik kon zeggen van, ik ben daar echt bang van. En door daarover te spreken, als je over een monster spreekt, verdwijnt het monster. Hè? Weet je? Ja. Dat is... En nog een keer, hè? Durven vragen wat je nodig hebt. Ik herinner mij ook bij mijn HIV-arts, op een bepaald moment zeggen ze wel, allee, goed nieuws, vanaf nu mogen jij om de 6 maanden komen. En ik dacht, om de 6 maanden? No way, José, nee. Ik zei dat ook, van, dat is mij te lang. Oké, dan kom je over 4 maanden terug. En we hebben dat eigenlijk dan gespreid. Op een ander moment, ik werd zo plots enorm bang voor SOAS en dingen enzovoort. En ik liep daar echt mee. Dan heb ik de sociaal verpleegkundige aangesproken. En ze zegt, we gaan een extra consultatie met de arts inplannen. En... als je vraagt, dan krijg je het ook voor een stuk. En dat is heel... En proberen... Allee, iets wat zo vaak ter sprake komt, dat zijn tandartsen bijvoorbeeld. En bij mij ook. Ja, dat zit hier ook in de chat staan. Schrikken. Ik wil daar nog iets over zeggen. Ja, zeg maar. Want ja, we zitten hier nu met twee. Maar wat aan mij opvalt in zo'n lotgenotenweekend, ik wil dat... Ik kan echt niet... ik zou bijna hier op mijn voorhoofd... Of ik zou zo een bord willen hebben. Lotgenotenweekend, lotgenotenweekend. In zo'n lotgenotenweekend hoorde ook van lotgenoten hoe dat zij daarmee omgegaan zijn. En hoe dat zij dat aangepakt hebben. En daar kun je uit leren. Je kunt daar dingen uitpikken dat je zegt van... Ah, daar had ik nu nog niet aan gedacht. Dat is misschien voor mijn situatie wel goed.
En, want er komt natuurlijk in zo'n weekend heel veel informatie op je af. Hè? Maar dat helpt ook wel om te zien van, goh, ik zit hier een beetje vast. Je hebt dat misschien al eens met je naïviërs besproken. Je hebt dat al eens met een psycholoog besproken. Maar je weet nog altijd niet zo hoe ga ik dat nu best aanpakken. En ja, ik zit er toch mee en ik wil het toch proberen. Ja, de beste manier is om te horen van lotgenoten hoe dat zij het gedaan hebben. Inderdaad. Hè? Zoals ik het jou juist aan u heb gevraagd, hoe heb jij het gedaan? Maar ik denk ook in de één gesprek. Hè. En in één gesprek met vrijwilligers, uiteraard. Het is niet voor iedereen allee, zo om in groep te praten. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat we er ook realistisch moeten zijn. Of via sensoren, via de positieve lijn. Of via een contact op positief contact. Ja. Dat je daar de vraag stelt. Of dat je met een lotgenoot even spreekt en een koffietje gaat drinken. Op die manier. Je merkt als, als mensen hun verhaal vertellen, ook als ze dat onder vier ogen doen. Wij als vrijwilliger, wij vertellen ook een stukje van ons geschiedenis. En door het feit dat je dat vertelt, dat opent de deur bij de ander. Omdat ik ben heel open over het feit van in therapie gaan en een psycholoog gaan raadplegen. Ik vind dat de normaalste zaak van de wereld. Ik vind dat gelijk dat je naar de tandarts gaat, gelijk dat je naar de huisarts gaat. Voor veel mensen is dat nog niet altijd zo. Maar hoe normaler dat ik daarover spreek, hoe meer dat de deur open zit voor de ander. Van, misschien kan ik dat ook wel eens proberen. En hij krijgt daar vaak vragen over. En heeft u dat dan echt geholpen? En heeft dat denk ik, ja, maar voor mij is dat zo. En dat is toch altijd, voor mij is dat zo en zo geweest. En vooral, zeg het, aanvaarden ook. Hè. Aanvaarden dat we bang zijn. En ik heb dat soms nog altijd. Hè. Als ik van plan ben om dat aan iemand te zeggen. Ik heb mijn oog laten vallen op iemand en ik zie die echt wel zitten en ik wil dat dan zeggen. Ja, natuurlijk is dat mijn klein hartje. Hè. Ja, daar, ik zie er juist iets. Allee, het staat er al even tussen natuurlijk. Van ook iemand die zegt rond relaties, hè, ik ben bang voor de volgende afwijzing. Ja. Ik doe geen disclosure meer. Dus informatie naar het publiek blijft belangrijk. Ja. Maar je merkt dat voor bepaalde mensen dan op een bepaald moment echt de deur toe gaan. Die zeggen van, nu zit ik zo vast. Merk je dat ook in jullie gesprekken? Van dat je denkt van, bij vrouwen zit er een verschil. Want kan vrouwen of mensen uit de SAM-populatie? Ik hoor dat soms wel eens in een gesprek, als vrijwilliger. Dat, zoals jij het zegt, dat de deur dicht gaat. Dat lotgenoten door een afwijzing die heel veel pijn heeft gedaan. Dat ze gewoon die stap niet meer willen zeggen. Ze willen niet meer gekwetst worden. Dat komt wel. Of die zich gewoon niet meer openstellen. Ja. Terwijl dat ze bijvoorbeeld van iemand signalen krijgen. Van ik vind u eigenlijk wel. Hè. Ja. Meneer een toffe. En daar dus ook niet meer op ingaan. Dat gebeurt wel. Hè. Ik denk wel. Ik denk dat er een aantal afwijzingen zijn die gebeuren waar dat dan niet het echte... Ik denk dat dat voor sommigen ook een excuus is, die ze gebruiken om iemand op een zijspoor te zetten. Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb niet meer of niet minder afwijzing gehad voor of na mijn HIV. Ik denk dat we allemaal afwijzing gehad hebben voordat we HIV kregen. Ja, en rond die afwijzing... Maar misschien projecteren we het dan allemaal te veel. Klopt. Voilà. Allee, ik weet dat niet. Voilà. Patrick, het gaat over een self-fulfilling prophecy soms ook. Hè. Van als we daar zelf enorm veel aandacht aan geven... Dan gebeurt het. Nu, dan gebeurt het of dan gaan we daar het belang aan geven dat gezegd wordt. Ja. En in de weegschaal gaat dan doorwegen van... het enige wat ik gehoord heb is van... Ja, je hebt HIV. En dat is misschien niet altijd zo. Nee. Langs de andere kant... Je moet je eerlijk de vraag stellen. Als iemand daar niet mee om kan, of daar niet open voor staat, of tenminste niet open van hart is om te zeggen van ik ben daar bang voor, is dat dan de persoon waarmee dat je verder... Nee. Maar dat gaat over... Ik denk het zeker niet. Maar we zien toch door de onderzoeken die Ria en vooral vergeleken heeft bij de gaan kluren bij de buren, dat er toch nog wel wat van alles mis zit. Ik weet niet of dat Ria daar nog iets over ook wil zeggen, rond stigma en dat voor die kwaliteit van leven naar mensen zo van
Als ik zo in de vragen zie binnenkomen, mm-hmm. dan het is mm-hmm. iedere keer de disclosure, het niet kunnen vertellen, dat daar eigenlijk het meeste mis zit. Ja, ik ben een stem aan Ria komt uit de coulissen. Jullie in één keer horen, omdat ik kan niet in de beeld komen, maar jullie horen mij wel. Ik denk eigenlijk dat ik mij dan een beetje aansluit bij wat Karel zegt, dus het zelfstigma. Hè. Het is inderdaad zo dat mensen negatieve reacties kunnen krijgen. Patrick haalde het er net ook al aan, in de gezondheidszorg bijvoorbeeld bij een tandarts, jammer genoeg, moeten we dat nog altijd ook af en toe vaststellen. En natuurlijk, mensen horen die verhalen. Mensen hebben zelf zich een beeld gevormd van wat is iemand met HIV voordat men HIV heeft. En dat beeld, dat gaat men op zichzelf kleven. Ja. Ik heb 2 weken geleden meegedaan aan de Nationale HIV-dag. En er was een jongeman die getuigde over hoe hij zei, ik heb zelf gediscrimineerd en zelf gestigmatiseerd toen ik nog niet HIV-positief was. En nu, zegt hij, heb ik moeite met het stigma dat ik op anderen kleefde, omdat ik daar niet voorbij ga. Hij had aan niemand zijn disclosure gedaan. En het was eigenlijk dat eigen beeld, wat hij zelf gemaakt had over HIV, dat hij ook op zichzelf kleeft. Hij zegt, ik ga niet aanvaard. Ja, dat is eigenlijk een beetje de negatieve inwerking van stigma. Dus, we gaan niet doen dat dat de fantasie van de mensen met HIV is. Dat gebeurt realiteit, maar het wordt veel sterker voorgesteld. En de angst die daar rond zit, wat jij juist zegt, die maakt het eigenlijk zo moeilijk om daar vanaf te geraken. Er is een ervaring uit mijn leven, uit mijn datingleven geweest, dat mij enorm gemarkeerd heeft. Vele jaren voordat ik zelf seropositief geworden ben, was ik een geschiedenis begonnen met iemand die heel erg zwaar verliefd was op mij. Ik was verliefd op hem ook. En na een paar weken wou hij mij vertellen dat hij seropositief was. Nu, van het moment dat hij mij zei van, ja, er is eigenlijk iets heel belangrijks dat ik nu moet bespreken, ik wist dat het niet ging gaan over de kinderwens. Hè. Dus wat kon het zijn? Dat waarschijnlijk. Maar ik heb die man zo zien afzien. Die was zo bang, die was geterroriseerd. En voor mij hoefde hij dat echt niet te zijn. Want ik heb mij eigenlijk nooit veiliger gevoeld dan met die kerel in seks sowieso. Maar ik heb me dat herinnerd na mijn eigen diagnose. En ik heb iets in mij gehad van, dat wil ik voor mij niet. Ik wil dat niet voor mij. En ik denk dat dat voor mij ergens de bron gelegd heeft van, ik ga daar op mijn ritme en op mijn dingen zo open mogelijk proberen over te zijn. En nu, ik moet eerlijk bekennen, als ik iemand in het vizier heb waarvan ik denk van, jij zou wel een beetje meer dan ga ik daar heel snel in. Omdat ik door de korte pijn misschien wil gaan. Mm-hmm. Ja, en niet de dingen te laat aanslepen. Maar ik wil nooit... Allee, zo verzeild, ik zie die jongen nog altijd voor mij zitten en zo bang en zoveel schrik. En ik dacht van, nee. We zijn meer waard dan dat. We zijn meer waard dan van zo bang te moeten zijn voor een slechte reactie. Mm-hmm. Nee, ik denk alleen, inderdaad, met de dingen die we horen en waar Ria juist ook nog gezegd heeft, van stigma, zelfstigma, van, dat we jullie dan, vrijwilligers ook, die heel nauw contact staan met een doelgroep, mensen daar ook in moeten die gaan sterker maken, omdat dat masker, dat geheim, met dat stigma of zelfstigma leren om te gaan. En mensen durven laten in de spiegel te kijken op een goede en manier dan. Dat is, ik ben blij dat je dat zegt, want dat is belangrijk om naar jezelf te kijken. En ik wil daarmee zeker niet... Ik wil daarmee zeker geen afbreuk doen aan het feit dat er dat afwijzingen en negatieve reacties, dat dat een enorme negatieve impact heeft op u en dat dat een impact heeft op uw kwaliteit van leven. Zeker en vast, maar tegelijkertijd, wat is het alternatief? Om het nooit meer te zeggen dan? Dat gaat ook niet. Nee. Want dan wordt HIV zo een groot, eng, vies ding in je hoofd, dat is eigenlijk ook geen oplossing. Nee, ik moet zo... Allee,
Ik heb echt zo zin, hè, als er mensen zijn die aan het kijken zijn of aan het luisteren zijn. Als je met die dingen zit, hè, ik zou je echt willen provoceren, echt willen uitdagen van probeer in gesprek te gaan. En probeer dat eerst met iemand te doen waar dat je veilig zit. Als je naar Sensoa belt, of naar hier, dan weet je dat je veilig zit. Dat is niet dingen... Maar ik daag u echt uit. Ik daag u echt uit. En alleen kunnen ze u boze lezersbrieven sturen. Wat is dat toch voor jullie? Nee, maar ik daag u echt uit. Probeer dat gesprek eens te hebben met iemand. Positief contact. Zelfs je kunt... Begin te chatten met iemand. Ja, ik ben meer van te babbelen in... Maar misschien de jongere generatie. Inderdaad, type het, chat het, spreek. Maar ik dacht echt, het probeer van dat contact mogelijk te maken. En zeg het gewoon hoe fucking moeilijk dat soms is. Want dat is ook. Ik wil dat ook nog benadrukken met een reactie in de chat. Een heel mooie reactie vind ik ook weer zelf. Mm-hmm. Het vertellen vraagt moed en dit neemt tijd. Tijd voor zelfaanvaarding. Vooral leer je verhaal te kunnen delen. Wat niet betekent dat je ermee moet blijven zitten. Het delen is belangrijk. Al is het maar tegen één persoon in je omgeving. Zodat je niet alleen in je gifbubbel blijft zitten. Ja. Je kunt daarnaast ook goed laten, wat Karel ook al en Dingen ook al wel gezegd heeft, door een professioneel jeugdarts, sociaal verpleegkundige, een psycholoog, therapeut, contact. Ja. Dus van, wordt hier zeker herhaald. Ja, een mooie reactie. Een mooie reactie in de chat. Ja. Eens kijken of dat er nog iets is dat heel erg... Ik heb nog een mooie reactie, denk ik, want we moeten die ook delen met de mensen. Ik heb het mijn ouders verteld toen ik zeker wist dat alles goed met me ging. Mm-hmm. Want die boodschap wou ik kunnen geven. Mm-hmm. Toen mijn moeder hoorde dat ik één pil moest nemen en dat alles oké was, was het voor haar ook oké. Mm-hmm. Een heel mooie reactie. Dat is een heel belangrijke. Mm-hmm. Dat is voor mij ook geweest, omdat als je mensen geruststelt, mm-hmm. dan is de reactie ook veel rustiger. Rustig, Zelf sterk overkomen. Mm-hmm. Ook al is het mij een bangertje. Ik ga er nog eentje uitpikken, een beetje tijd ook in toog houden. Mm-hmm. Tegelijk vond ik het in het begin moeilijk. Als ik het aan vrienden, familie, collega's vertelde, dan had ik vaak het gevoel dat ik voor hen moest zorgen. En verzeker dat het met me goed gaat. Maar dat is een hele goeie. Want wat we soms vergeten, als we dan die stap zetten om het aan iemand te vertellen, dan is dat voor onszelf echt een hele opluchting. En dan is dat een pak dat van ons hart valt, een last dat van ons schouders valt. Dat is zo... Maar we vergeten soms, en ik spreek echt hier voor mezelf, hè, met daar al zo lang met te leven, 27 jaar. Ik vergeet soms dat de mensen tegen wie dat we dat vertellen, die hebben ook tijd nodig om dat te verwerken. Hè. Ja. Nog één reactie en dan ga ik even naar Ria. Ik wou eigenlijk inpikken op wat Inge juist zegt. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Mensen meenemen en voorbereiden... dat ze ook bereid zijn om even die reactie van die anderen af te wachten. Ja. En bereid zijn om even ook door. Want vaak is dat ook een reactie van, oei, wat gebeurt er dan met u? Voilà. Oei, wat jij ziet voor de... bezorgdheid. Ja, uit bezorgdheid. En daardoor ook onhandig beginnen reageren. Dus als je dat weet, voordat je dat gaat vertellen, ik vind dat een heel goede suggestie, Karel, van... Het is te oefenen met iemand anders en is te weten van, hoe ga ik daar dan mee om? Dus en zien dat je daar sterk mee staat. Ik herinner mij, het moeilijkste voor mij is geweest om dat aan mijn kinderen te zeggen, ontegensprekelijk. Ik heb niets moeilijker in mijn leven gedaan dan dat. En dat was een heel diep moment. En ik weet, de allereerste reactie die ik kreeg van mijn dochter was van, en je vertelde ons dat nu pas. En dat was ongeveer een jaar later. En ik herinner me dat jij toen zei, omdat ik sterk genoeg wou zijn om jullie reactie te kunnen opvangen ook. Want, en dat was dan van ouder naar kind toe, van ik ben degene die voor jullie gaat zorgen en nog niet omgekeerd. Maar ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. We moeten niet sterker willen zijn dan dat we zijn. Dus hoe sterker dat je voelt, hoe meer dat je gaat aankunnen. Ik ga nog even terug naar de chat. We blijven nu ook wel de reactie zien. En ik vind dat we daar even goed, en Sensoa staat ook, ik
nodig die mensen zeker en vast uit om zeker naar ons te mailen, naar positief contact, positiefatsensola.be, van iemand die zegt van kijk, ik heb geen goede ervaringen, de meeste mensen uit mijn leven zijn verdwenen. Ja, dan kun je niet direct spreken van een goede kwaliteit van leven en liefde, denk ik. Ja. Van, ik denk dat we dat ook moeten durven benoemen. Ja. Hè, van, ook nog weer een stuk van omgaan met slechte reacties, maar ik denk van, we hebben daar al een aantal tips in gegeven van durven, hè, van het is niet omdat je die ene slechte reactie er moet staan voor 10, denk ik. Nee, zeker niet. Nee. Ja, en zo zitten we voor alles een beetje in elkaar. Hè. Het nieuws zit vol slecht nieuws. Hè. Onze oren zijn gespitst op alles wat dat verkeerd kan gaan en wat dat fout kan gaan. En dus we gaan veel langer blijven hangen bij de afwijzing die we gekregen hebben dan bij de 10 andere reacties die eigenlijk heel normaal of heel fijn waren. Ja, ook, En nog eens, proberen de dingen te kaderen ook. Voor die persoon die zegt van veel mensen uit mijn leven zijn verdwenen, ik denk dat belangrijk is van is daarover te kunnen spreken met iemand om te zien van wat is er eigenlijk gebeurd. En heeft dat enkel en alleen met HIV te maken. En soms, we moeten daar eerlijk in zijn, bij mij zijn er ook een paar mensen geweest die niet in mijn levensomgeving blijven hangen zijn. En na een paar jaar kan ik zeggen dat ik ze ook niet echt mis. Nog een reactie uit de chat die ik met jullie zeker wil delen. Mm-hmm. Iemand die zegt van ja, het gaat hier over iemand die nog niet zo lang leeft meer. Mm-hmm. En het is ook dat hij of zij duidelijk zegt van kijk, ik zit nu vooral nog met die negatieve ervaringen. Mm-hmm. En ja, dat het op dit moment nog wel niet zo evident is om hoe dat positief te moeten draaien. Hè. Ja. Ik denk dat het ook wel heel herkenbaar is. Dat het niet direct Nee, zeker niet. Dat is ook een lange weg dat je daarin aflegt. En dat is en dat blijft natuurlijk wel pijnlijk. Dat is zo, hè? Ik vond het eigenlijk het was een beetje grappig wat je zei, maar het is ook heel erg waar. Maar straks, als we dat een beetje aan het voorbereiden waren, dan zei je van ja, wat heb je nodig om een kwaliteitsvol leven te hebben? Ja, geen HIV niet meer. En dat geldt voor mij ook, weet je wat, de pil die het allemaal oplost. Maar in afwachting daarvan, dat is iets wat jij dikwijls zegt, Patrick, en ik heb mij daar enorm veel aan opgetrokken. Dat is dat je zei van, vandaag is HIV geen doodsvonnis niet meer. We krijgen medicijnen en we krijgen, wat dat we zeggen, een normaal leven. Allee, medisch gezien, normaal leven. En dan zeg je altijd van, en dan wordt het misschien ook tijd om van dat leven een beetje te kunnen genieten. Ja, ja ik denk alleen van... Dat is, hè, van, ik heb veel weekends, ik heb ze allemaal wat mogen meekrijgen. Dat wil ik vooral meekrijgen bij die mensen. Hè, van, denk, inderdaad, van, hè, vroeger gingen we dood aan HIV, nu gelukkig moet dat niet meer. Hè, dat is medicatie, toch in de westerse wereld. Maar het gaat over ja, die kwaliteit van een leven dan, hè, terug op te nemen. Hè, van, ja, van, als je dan toch lang mocht leven, van... Met een smile door het leven terug te kunnen gaan en niet moeten gebukt te gaan. Nee, dat vind ik het belangrijke. Kwaliteit van leven. Hè, van, we hebben daar al over gepraat. Hè, van, dat is voor ieder nog iets individueel heel anders te bepalen. Hè, van, het is gewoon een hele belangrijke om die te geven. Het is enorm belangrijk, want het zou... echt sneu zijn dat de medicatie is er nu, de ondersteuning is er. Hoe jammer zou het wel niet zijn dat je dan door een negatieve ervaring of doordat het echt moeilijk is om erover te praten, hoe jammer zou het zijn om dan op die manier niet te kunnen genieten van het leven. En merk je dat soms, niet direct, maar... dat je in je gesprekken met lotgenoten, dat je dan merkt dat mensen bijvoorbeeld, omdat ze zich minder lekker in hun vel voelen, die kwaliteit er niet is. Ja. Dat ze dan ook met die medicatie het veel moeilijker soms hebben. Van, ja, klopt. Dat hangt soms precies inderdaad wel een beetje samen. Dus het niet goed in je vel zitten... dat dat dan ook wat te maken heeft met moeite hebben om consequent je medicatie in te nemen.
Nu, we hebben het niet over, ja, als je je medicatie vandaag om 8 uur hebt genomen en je neemt ze morgen om 8:30. Geen haai die daarna gaat kraaien, hè. Maar we, ja, ik heb inderdaad al wel gemerkt dat, dat daar precies zo wat een wisselwerking mee zit. Ook daar, wees niet bevreesd om die HIV-arts of die sociaal verpleegkundige daarover aan te spreken en te zeggen van, oh, ik zit hiermee, hè. Hoe kan ik dat nu best aanpakken? Hoe zou ik dat best doen? En ja, het is niet enkel de pil dat we elke dag nemen die dat heel belangrijk is voor onze kwaliteit van leven lichamelijk, maar mentaal, emotioneel is minstens even belangrijk. En laten we daar ook aandacht aan besteden. Ja. En ja, Sensoa is er trouwens, is er altijd, hè, voor wie een vraag heeft. Ja. We zijn er veel vrijwilligers die een gesprek willen hebben, een koffietje te gaan drinken. Ja, doe dat, zou ik zeggen. Ik heb mijn diagnose eigenlijk ervaren als een schokkende gebeurtenis, zoals er andere schokkende gebeurtenissen in ons leven zijn. En ik denk dat er niet veel opties zijn. Ofwel gaat wat ons choqueert, wat dat ons echt van ons stuk brengt, ofwel transformeert het ons, ofwel blijven we vastzitten in iets. En het is in die speling dat je eigenlijk voor een stukje verder kunt gaan en je dat transformeren. Wat dat enorm belangrijk is, hè? Ik heb zo altijd, ik weet niet of jullie dat verhaal al ooit gehoord hebben over hoe dat kreeften groeien. Een kreeft is een weekdier, ja, dat heeft een schaal, en maar die schaal groeit niet. En op een bepaald moment moet die schaal afgegooid worden. En dan, maar wat doet die kreeft op dat moment? Die gaat een veilige plek opzoeken. Een huisje. Ja, die gaat een veilige plek opzoeken waar de predators niet kunnen komen. En daar schudt ze haar dingen af. En dan komt de tijd om die nieuwe schaal te laten groeien. Maar ik vind dat beeld eigenlijk enorm mooi, omdat die veilige omgevingen, dat kan een goede vriend zijn, dat kan positief contact zijn, dat kan sensua positief zijn, dat kan de HIV-arts zijn. Dat is eigenlijk uw veilige omgeving. En dat is wat wij allemaal zoeken. In veel facetten van ons leven, van waar voel ik mij veilig in? En als je je veilig voelt, dan zijn we altijd een beetje bang. Maar als je je veilig voelt... Ik was enorm ontroerd. Ik was echt enorm ontroerd door de manier waarop ik door lotgenoten niet opgevangen geweest ben. Want we doen daar niet aan opvang. Dat is zo niet opvangen. Waar dat ik gewoon onthaald geweest ben. Zo van, kom, zet u bij. En het was te laat natuurlijk, dus we hebben nog een sandwich over. En van daaraf denk je van, oh, dat is hier eigenlijk wel tof. En iedereen zit met zijn medicijnen op tafel, weet je. Veilig. En vanuit de veiligheid kun je voort, denk ik. Ik heb hier ook nog even in de chat, ik kan het een beetje doorgeven, een vraag over prep in verband bij de huisarts en ja, toch wel niet de juiste informatie naar mijn inziens. Ik zou zeggen, tegen die persoon die die vraag in de chat heeft gegooid, om die zeker naar positief contact, positiefadsensoa.be door te sturen. Want inderdaad, het is belangrijk dat wij ook in contact kunnen treden met de reguliere zorg, met huisartsen en zo, voor goede informatie. We zien dat daar ook nog altijd... dat niet altijd iedereen even goed mee is. Nog eens kijken. Iets nieuw binnengekomen. Nee. Goed. Ik zie niet direct nieuwe vragen binnenkomen. Ik kom toch nog even terug naar jullie. Want ik wil jullie ook, tijdens dit... webinar wil het laatste woord geven, hè, aan mensen met HIV, aan de professionelen. Hè, want het is een webinar, wat ik er straks in zei, dat ik ook wel blij van ben, en dat heel wat professionelen zich hebben ingeschreven. Ja. Want wij gaan hand in hand. Hè, wij werken complementair. Wij gaan er allemaal voor zorgen, hè, dat de kwaliteit van leven bij mensen met HIV beter is. Dus, ik heb een vraag. Gaan jullie gang? Ja, of een vraag? Ja, ik heb een oproep aan de professionelen. Het is inderdaad zo dat wij medisch gezien, is eigenlijk over het algemeen voor de grote meerderheid van de mensen, bij ons hier in het Westen, een goed nieuwsshow. En dat is ook heel tof als je bij de arts gaat van, ja, het is allemaal in orde. Ik ben ondetecteerbaar en alle waarden zijn fantastisch en het is goed. Dus alles is in orde. En wat ik zou willen aan de professionele vragen is van,
probeer dus een beetje door te vragen. En hoe voelt u voor de rest? Hoe gaat het? Nee, en hoe gaat het? En hoe zit het? Heb je eigenlijk iemand in je leven? En die dingen, maar van proberen van daar zo'n keer een emotionele vraag in te gooien, van daar niet te bang voor te zijn. En eventueel door te verwijzen naar jullie collega's, psychologen of sociaal verpleegkundigen. Maar mensen gaan het niet gemakkelijk zelf doen, omdat je denkt van, ja, we zitten met een dokter en het is allemaal zo goed. Allee, ah ja, ja, dan moet ik wel content zijn. Ja, maar ik zit daar eigenlijk mee, want ja, ik had eigenlijk zonder condoom gevreden en dingen en kan dat. En van de ruimte te creëren, om die veilige ruimte te creëren, om te zeggen van, en hoe is het voor de rest? Mm-hmm. Want in dat lijf zit dat goed, en hoe zit het in dat koppeke, mm-hmm. en hoe zit het in dat hart van u? Mm-hmm. Van dat te durven vragen. Nog andere laatste woorden? Ik heb er hier een aantal zien op een bladje verschijnen. Stap per stap. Mild zijn. Mild naar onszelf. Naar onszelf, hè. Ja. En het klinkt misschien een beetje zweverig en melig, maar het is toch wel belangrijk. Luistert naar jezelf. En als er dingen u tegensteken waar dat je mee blijft zitten, probeer daar zoiets mee te doen. Ja. En stap per stap, hè. Iets klein, hè. Ik bedoel, je gaat niet van vandaag op morgen ik heb HIV, joelend door de straten lopen, hè. Ik bedoel, zo, maar gewoon een klein stapje. Weet dat je niet alleen bent, hè. Nee. Je staat er niet alleen voor, hè. Je bent niet alleen, hè. We zijn hier, ik weet niet meer hoeveel dat we hier zijn. Jij hebt HIV en jij hebt HIV. En ik heb en jij hebt HIV. Ja, allee, we zitten al dus met 100% aan de tafel hier. Je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Je kunt je soms enorm alleen voelen. Ja. Maar weet dat je niet alleen bent. En ja, contacteert iemand. Contacteert een SOA. Contacteert u een dochter. Het maakt niet uit. Maar blijf er toch niet mee zitten. Je gaat er zoveel beter voor. Je gaat fantastische mensen gelijk Inge en Patrick leren kennen. Ja. Echt, en Karel. En Karel. Goed, dit gezegd zijnde, ik ga ook maar de tijd in door. Wil ik in ieder geval iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan dit webinar. Hè, van, vooral ook Gert, Ria, Inge, Karel. Collega Leen, Katlijn, die er altijd voor zorgt dat dat hier prima geregeld is, dat wij schitterend in beeld komen. Ook een belangrijke. Ik wil ook nog iets meegeven, dat in de chat is verschenen. Iemand die zegt, leuk om te horen dat er veel goede mensen zijn. Hoop is een beetje terug in de wereld. Bedankt en veel goede moed. Hè. Dat is een heel belangrijke vind, om af te sluiten. Dank jullie wel en ik zou zeggen voor allemaal nog een hele fijne avond en straks een goede nachtrust.